welkom op de reeks van de mindset vlogs die we gemaakt hebben in het kader van de mindset flow van het talentenlab. Oké, ondertussen zijn we al aan het zesde deel van de Grow Me Coach mindset reeks. We hebben er al best wel wat gehad, hè? Manier van denken hebben we al aangepast en wat ingeoefend. Op basis van onze manier van denken hebben we nieuwe uitdagingen gezocht. Eerst kleine stapjes, dan misschien ook al grotere stappen. We hebben gemerkt dat natuurlijk in dat proces niet alles automatisch gaat, niet alles vanzelf gaat. Dus doorzetting, ook daarvan fixed mind naar growth mind geëvolueerd en even op de tanden gebeten als het wat moeilijker was. Inzet niet meer aanvoelen als iets negatiefs, maar geleidelijk aan zien dat inzet deel is van een proces om nieuwe strategieën te vinden. Dat dus inzet eigenlijk in een growth mindset setting als positief kan ervaren worden. Dat is geen signaal dat je dom bent. Dat is een signaal dat je op de goede weg zit en dat je strategieën aan het fitten zit. Dan vorige keer kritiek. Een van mijn superfavorieten en ook favoriete quote van Abraham Lincoln. En dus dan zijn we nu gekomen aan 6. Succes van anderen. Zoals ik vorige keer ook al zei, in het vorige filmpje, is dat ook een van mijn favorieten en is het een enorm goede strategie eigenlijk. Nu eerst weer succes van anderen. We kennen ons valiesje en onze toolkit. Als je met een fixed mindset kijkt naar iemand die succesvol is, wat zegt dat dan? Ja, dat zegt in essentie van oei, die is slimmer. Die heeft een valies met meer in dan een kik. Dus dat is een bedreiging. Dus als er een collega is die iets goed aan het doen is, en ja, iets dat jij eigenlijk ook doet van functie, en die doet dat beter, ja, dan is dat eigenlijk een gevaar voor je functie. Hè? Een bedreiging dat die wel een keer boven u zou kunnen komen. Dus je gaat dat als iets negatiefs ervaren. Dus zoals in de tekening staat, als je in een vaste mindset zit, ik word onzeker van het succes van anderen. Dat is een bedreiging. Zoals we ook al in elk deeltje zeiden, dit is dus een gradueel proces, dus fixed mindset is niet zwart-wit, is per onderwerp ook anders. Dus als je matig vaste mindset hebt, ik vind het fijnst als ik de beste ben. Dus je laat wel al wat bufferen, maar het is toch altijd het leukst als jij toch weer nog net iets beter bent, als je valies net iets groter is. En dan gemixt groei en supergroei, dus als je naar het extreem gaat, ik bestudeer experts om van hen te leren. En dat is eigenlijk ook wat ik met Grow Me Coach, ik, Marjolein, Inge en Marleen, eigenlijk wij allemaal doen, is continu ook volgen waar anderen mee bezig zijn. Als ik iets nieuws wil doen, een nieuw projectje, een nieuw product uitvinden, gelijk wat, zal ik automatisch eerst gaan zoeken van ja, wat bestaat er al, wat vind ik eigenlijk goed, wie is daar goed mee bezig, tja, hoe doet hij dat dan? Dus je gaat eigenlijk eerst gaan zoeken naar mensen die het al kunnen, die het beter kunnen dan jij. Daarvoor ook boeken lezen wel best een goede strategie is, omdat dat meestal een samenvatting is van iemand die zo stappen gezet heeft. Idem dito in omgekeerde richting. En ik kijk dan ook vooral ook naar marktaanpak. En daar komt COVID, de groeimindset komt ook bij COVID heel fel aan de orde. Ik zie veel collega's, klein en groot, die eigenlijk protectionistisch bezig zijn met hun job, want ja, de klant die zij kwijt zijn aan een ander, ja, dat is een minder voor u, want je hebt de collega heeft eentje meer. Dat is eigenlijk vertrekkend vanuit de filosofie van schaarste, en dus eigenlijk ook het succes van anderen niet gunnen. Ik ga op basis van COVID en op basis van de ervaring steeds uit van een concept van overvloed, dat wil zeggen, er is sowieso genoeg voor iedereen. Iedereen is authentiek, iedereen heeft zijn eigen sterktes. En twee, ik ga als ik collega's volg, ook er eigenlijk al blij zijn als die ook stappen vooruit zetten. Want het is altijd leuk om te zien dat we meer hoogbegaafden kunnen helpen. Maar twee, ik ga ook kijken, ja, wat doen die juist, hoe doen die dat juist? Is dat iets waar ik ook achter kan staan? Dus je gaat eigenlijk concurrentie, mensen die succes hebben, als een positieve input zien om zelf ook weer aan de slag te kunnen gaan. En als je vanuit zo'n growth mindset problemen aanpakt, dan ga je veel sneller stappen vooruit zetten. Dan ga je inspanning relatief kleiner zijn, omdat je de steile berg niet op moet. Er is al een trap, iemand heeft de berg al beklommen. Dus wat is de opdracht voor vandaag?
Ik zou ze nou linken aan de opdracht van het vorige filmpje. Dus pak die situatie terug waar iemand kritiek had. Was er ook een situatie waar dat die persoon ja, het eigenlijk ook wel best wel wat beter kan dan jij? Pak dat dan als situatie om nu te kijken, kan ik daar ook iets uit leren? Hoe pakt hij dat aan? Wat zijn de stappen die hij doet? Wat zijn de cursussen die hij gevolgd heeft? Als dat niet opgaat, wat dat natuurlijk kan, het gewoon kritiek is van een collega op je functie, maar dat die collega iets anders doet. Kijk dan eens rond, kijk eens van wat was uw grote droom, wat was die uitdaging waar dat je voor buiten uw comfortzone wil gaan? Zoek iemand die dat al gedaan heeft en die daar succesvol in is en kijk of dat je daar stapjes uit kan leren. Google, YouTube, goudmijn aan informatie kan je daarop vinden en kijk welke eerste stapjes dan je al kan zetten die die persoon al gezet heeft. Zodanig dat je niet meer tegen de eerste vijf muren moet botsen qua uitdaging, omdat hij die beschreven heeft, hij of zij natuurlijk. En kijk of dat je door daaruit te leren sneller grotere stappen kunt zetten. Superleuk. Kan super inspirerende dingen ook ontdekken als je op die manier naar mensen kijkt die succesvol zijn. En natuurlijk, zoals altijd, ook heel benieuwd. Deel jouw ervaringen. Beschrijf een doel dat je wil bereiken. Eventueel is er iemand anders die tips kan geven van iemand die daar al heel goed in is. Of die een link kan sturen van een goed YouTube-filmpje of een goede bron om daar meer informatie rond te vinden. En leg het latje weer iets groter, hoger. En kom weer iets meer in een growth mindset aanpak van de uitdagingen in jouw leven. Bij leven en welzijn was al deel 6, denk ik. Dus tot het volgende deel. Veel succes in ieder geval. En succes van iemand die het succes al heeft meegemaakt. Doei. Bedankt om dit deeltje te volgen tot het einde. Misschien nog een keer kort om af te sluiten en vooral om de eer te geven aan wie de eer toekomt. Het Talentenlab, ga je rechtsboven zie je webshop staan. Daar kan je dus de Mindset Flow downloaden, volledig gratis. Er zijn ook enorm veel cursussen daar beschikbaar. Deel van die cursussen zijn ook cursussen die wij geven in het coaching traject, die in een apart filmpje door Marjolein gaat toegelicht worden. Dit volledige verhaal, Fixed Mindset, Growth Mindset, is gebaseerd op het boek van Carol Dweck, Mindset. We zullen onderaan ook nog de link delen als je geïnteresseerd bent om dat boek aan te schaffen. Ook via de bibliotheek van GroMeCoach kan je een link vinden voor dat boek. Dan misschien ook nog voor helemaal af te sluiten. Wie zijn wij? Heel eenvoudig: www.growth-mindset.be of www.gromicoach.be kom je er ook terecht. Kan je in de wie is wie vinden wie wij zijn. Ondertussen is GroMeCoach een team van, ja, ik ging zeggen vier man, maar het is één man en drie vrouwen. En eigenlijk is alles gebaseerd op het growth mindset principe. En gaat eigenlijk vanaf kleuters tot bijna bejaarden. Dus we geven individuele coaching en groepscoaching voor kinderen. We begeleiden ouders, intakegesprekken en gesprekken op school. We hebben plusgroepen, zodat hoogbegaafde kinderen leren samenwerken. We doen dat ook voor tieners, geen plusgroepen, maar individuele coaching. En dan hebben we Inge, dus het eerste stuk is vooral Marjolein en Marleen die daar actief in bezig zijn, dus kinderen en tieners. Als we gaan naar studenten en volwassenen, dan bieden we gewone coaching aan en bieden we loopbaancoaching aan. Daar neemt Inge vooral de lead in. Doen we ondertussen zowel binnen als buiten, gezien de coronatoestand is, kunnen coachen natuurlijk ook best interessant. Dat doen we allemaal op maat van de hoogbehaafden, rekening houden met de mindset, denkend aan COVID en vooral ook denkend aan alle kenmerken die de hoogbehaafden hebben, die toch heel specifiek zijn en maken dat zo'n standaard coaching niet werkt op hoogbehaafden. En dat ze dus een andere stijl, andere aanpak van coaching zoeken. Dus het is een heel uitgebreid traject. Surf zeker naar de site voor meer informatie. Ik zal de link ook hieronder nog een keer steken. In het najaar geven we ook themaavonden rond het onderwerp. Daar zien we echt al naar uit, want die van het voorjaar zijn geannuleerd. En daar vertalen we nog meer in de diepte alle aspecten rond hoogbegaafdheid, rond growth mindset, positive discipline, dus kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. De zaken rond de school, en zodat die uitdagingen zijn, dat ze kunnen fouten maken, alles daar rond. En dan in het laatste deel ook voor de ouders, voor zichzelf, wat hoogbegaafdheid voor volwassenen wil zeggen. Dus,
Surf naar onze site, like ons op Facebook, zodanig dat je ook daar de berichten kan volgen. Er ligt veel op de plank. De plank is eventjes gesloten geweest door corona, maar ik zie voluit om in het najaar met Chromie Coach de lat weer net iets hoger te leggen. We hebben veel geleerd uit de afgelopen maanden en we willen in het najaar weer met een aantal unieke initiatieven naar jullie toe komen, zodanig dat we iedereen maximaal kunnen helpen. We zullen ook in intakegesprekken, als we zien dat er een collega is die meer op maat van jouw service kan bieden, zullen wij ook doorverwijzen. Growth mindset, vanuit het perspectief van overvloed, willen we altijd dat je bij de beste coach kan terechtkomen. Want wat voor de ene werkt, werkt voor de andere niet. Dus in ieder geval, surf nog naar de site. We zien elkaar in het vervolg van de reeks. En dan hebben we ook nog het ene deeltje met Marjolein, die ook nog moet komen. Succes! En bedankt voor het kijken tot het einde.